Koen Metsu, burgemeester van Edegem. Eigenlijk is dat al heel wat. In april beginnen wij met de bouw van ons vrije tijdscentrum in Kluis, onze bibliotheek. Wij zullen ons klimaatactieplan volledig gaan updaten. We gaan 10 nieuwe agenten aanwerven bij de politiezone Hekla. We gaan een randparking aanleggen aan het centrum voor 70 extra parkeerplekken om het Hof ter Linde en het centrum ook gezamenlijk te kunnen bedienen. En dan een beetje revolutionair, durf ik zeggen. Ik denk dat wij een van de eerste gemeenten zullen zijn die een plan openbare ruimtes gaat opmaken, een POR. Wat wil zeggen dat wij de groene ruimtes gaan verankeren en dus bouwvrij houden. Dus wij gaan determineren op welke plekken er sowieso niet gebouwd kan worden in Edegem. En binnen de mate van het mogelijke gaan we ook nog proberen om die groene longen in de diverse buurten en ook pal in ons centrum op een trage manier te kunnen verbinden met elkaar. Binnen de 6 jaar willen wij uiteraard kunnen terugblikken op een goede legislatuur en hopen wij dat wij ons partijprogramma, maar daar gaan we vanuit, hebben kunnen verwerken in het beleid. We gaan eigenlijk doen wat we de afgelopen 6 jaar gedaan hebben, namelijk iedere euro die wij investeren ook onmiddellijk terug aan de Edegemenaar geven. Dus investeren in openbaar nut. We zijn op dit ogenblik bezig met de opmaak van onze zeer ambitieuze beleidsnota, durf ik zeggen. Die moeten nog een paar stages doorgaan. We zijn dat ook samen aan het doen met onze administratie, dus dat is een hele boterham, maar later meer. Er zijn er wel een paar. Waar ik mij vooral aan erger, dat is het zwerfvuil en het sluikstort. En ik begrijp dat ook niet heel goed. Er zijn heel wat vrijwilligers binnen Edegem die eigenlijk daar het voortouw innemen en andere mensen ook stimuleren om zelf ook eens rond te gaan. Ik ben het afgelopen weekend in de plensende regen weliswaar gaan ploggen. Ik had er nog nooit van gehoord. Dat wil eigenlijk zeggen joggen of wandelen, terwijl dat je het zwerfvuil ook gaat opruimen. Natuurlijk gaan we ook iets meer aanklampend werken. Onze politie is ook geïnstrueerd om iets zwaarder te gaan penaliseren, omdat we een tijdje lang gesensibiliseerd hebben. 1. 2. Wat ook heel belangrijk is, is die verkeersveiligheid. De veiligheid te koer natuurlijk, maar verkeersveiligheid en het trachten te vermijden van het sluipverkeer, hoewel het aantal personenwagens natuurlijk drastisch gestegen is overal. Wij gaan het zeker niet over een geheel andere boeg gooien dan de afgelopen 6 jaar. Wat we zeker niet gaan doen, is mensen iets wijsmaken of dingen beloven die we niet kunnen brengen. Ik denk dat wij de afgelopen 6 jaar ook op een heel positieve manier beleid gevoerd hebben. Die trend gaan wij verder zetten. Wat we zeker ook niet gaan doen, is denken dat wij het altijd beter weten. Namelijk de kaart van de participatie trekken. Hè. Onze burgers ook betrekken bij ons verder beleid.